Kortom, de PvdA viert feest en de VVD likt zijn wonden. Dag meneer Teven, hoe hard is de klap aangekomen bij u, de verkiezingsnederlaag van gisteren? Niet zo hard, want hij was een beetje verwacht. En waarom verwacht? Vanwege het beleid, het landelijk beleid? Ja, als je bezuinigt en vrij hard bezuinigt, dan weet je dat dat gevolgen gaat hebben. Waar we mee bezig zijn is Nederland sterker uit de crisis te laten komen. Dat is een ongelooflijk zware klus. Nederland wel, maar de VVD er niet. We krijgen, iedereen moet er sterker uit de crisis komen. Want niet de kiezer van de VVD, zo voelen ze dat niet. Dat hebben ze laten weten gisteren. Ja, kijk, dat is een nieuw woord. Als je dus meegaat in dat nivelleren, ja, dat is al iets waarvan ik dan zeg, ja, dan kun je dus op wachten dat je achterban gaat weglopen. En dat gebeurt dus nu ook. Het is een hele set van maatregelen waar echt VVD-punten in zitten, waar we compromissen hebben gesloten. Heel veel compromissen, wat we dus nu terugzien in de verkiezingen gisteren. Ja, of dat nou één op één te vertalen is? Dat is één op één te vertalen. Ik weet niet of je dat zo één op één kunt doorvertalen. Ik wel. Toch opvallend dat de PvdA recht overeind blijft staan. Heeft altijd een sterke positie natuurlijk in het noorden. Dus, dan gaan we het daarop gooien. Nee, zeker niet. De Partij van de Arbeid heeft het gewoon goed gedaan. Daar feliciteer ik ze mee. Ik mag u feliciteren naar gisteren. Ja. Goed gedaan, Boppenslag in Friesland heet dat. Ongelooflijk. Ja. Dat jullie hier allemaal naar God helpen. Nou ja, kennelijk wordt daar gelukkig in Friesland anders over gedacht. Dus het rode noorden staat dus nooit tevoren. Abum, de grote winnaar op rechts. Nou, ik ben ontzettend blij met de overwinning. In alle vier de gemeenten waar verkiezingen waren. Op dit moment staan de mensen nog niet met de gladiolen en de bloemen langs de kant van de weg. Maar uiteindelijk als... Vindt u dat erg? Tuurlijk. Je ziet dat de VVD enorm heeft verloren. Waar dat precies aan ligt, moet je ook aan hun vragen. Maar... Dat weten wij allebei waar dat aan ligt, hè? Nou, wat ik zeg, mensen zullen ook zeker met een schuine oog naar de belastingverhoging hebben gekeken, naar het nivelleren. Heeft u het nou te doen met de VVD of gniffelt u daar stiekem een beetje om? Ik heb met niemand te doen, maar ik gniffel ook niet. Doet helemaal niks? Ik doe helemaal niks. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En met winnaars doen we altijd even een high five, hè? Nou, ik ja. Zo.